super tof. Je kijkt een gloednieuwe Clash of Clans video. Ik heb super veel zin om deze video op te gaan nemen. En ik hoop natuurlijk dat jullie ook zin hebben om deze video te kijken. Mijn telefoon is nu aan het opladen. Dus daarom een beetje andere achtergrond. Maar ik denk dat het jullie al is opgevallen, maar misschien ook niet. Maar als je kijkt naar mijn trofeeën, dan ben ik. Ik ben trouwens verkouden. Dus soms dan doe ik even. Omdat, ja, omdat ik verkouden ben. Maar als je kijkt naar mijn trofeeën, hier is zeg maar dit. Dan zie je. Oh, daar moet ik helemaal niet heen. Dan zie je dat ik goud 3 ben. Dat is voor de zetel zo. Even kijken. Ja, gouden divisie 3. Dus wat ik al heb gepasseerd is. Zilver 1, zilver 2, zilver 3, brons 1, brons 2 en brons 3. Dus ik heb nu wel 1393 omdat ik net een paar keer ben aangevallen. Maar anders, je moet in totaal 1400, dus dan denk je vast wel, hoe kan je dan nog brons zijn? Nou, dat blijft nog even, want dan geeft Supercell je nog even de kans om op te pakken en te kijken of het je lukt om daar weer bovenop te komen. Dus ik ga straks even aanvallen en bij deze basis gaat het ook op zich wel lekker, zoals jullie kunnen zien. Dus ja, gaat gewoon lekker. Maar hier zo wil ik, hier zo gaan, dus laat ik het even voor wat het is. We gaan namelijk, ik doe deze zo achter mijn hoofd langs, want dat is iets beter. Kijk eens aan. Zo. Dat was even een beetje. Maar ik ga gewoon lekker aanvallen. Dus kijken of ik gewoon weer boven de 1400 trofee kan komen. Trouwens, mijn cam even hier zetten. Want ik had hem even op de andere plek. Dus dat is een beetje raar. Welke zou ik aanvallen? Ik heb geen flauw idee, want ik zie nog niet welke basis er zijn. Ik ben gewoon lekker aan het zoeken. Ik moet nog even wachten. Soms heeft het lang om te kijken of ik iemand zie. Maar dit is ook de perfecte divisie eigenlijk. Want hier zo haal ik eigenlijk altijd wel lekker veel buiten. Kan ik hier halen. Want ik had goud, had ik nog maar 9000. Nu heb ik alweer 302.000. Dus dat is eigenlijk bijzonder veel. Voor zo'n korte tijd. Want het is nog niet eens een dag, zeg maar. Want ik was de ochtend gewoon een beetje aan het spelen. Deze kan ik wel aanvallen op zich. Trouwens, ik moet even kijken wat ik mijn Oké, lekker, een draak van loterie, dat was ik even vergeten. Maar dat, ik vraag altijd draak van loterie, woede en woede. Want normaal kon ik eerst geen spreuk, nu kan ik wel spreuk vragen. Dus daarom. Ja, ik zie nog steeds geen basis die fatsoenlijk kan aanvallen. Die wil natuurlijk zo goed mogelijk basis die aan kan en om die aan te valsen. Hij staat dus ook een beetje weg, zeg maar. Dus sorry daarvoor. Maar hij is er hierheen. Hier is er een in de maat. Dus ik moet weten waar die andere is. Nee. Oh ja. Nee, dat wordt hem ook niet. Ik wil gewoon sowieso deze video aanvallen, dus dan moet ik heel lang gaan zoeken en zo moet ik echt niet. Ja, level 9, dat denk ik ook dat die gaat aanvallen. Weer level 9, kijk, dit is al een beetje, dit is allemaal wat meer uit elkaar, dus dan kan ik het makkelijker aan, denk ik. Ik heb 2 heal. Je kan het nog wel, ja, weet je wat, ik ga gewoon. Oké, dan wacht wel zo, huppa. Gelijk met een draak van level 3 ook. Gewoon erbij zetten, joh. Je weet gewoon dat je dan een meer kans hebt om te winnen. Oké, er gaat al een draak bijna dood, dus ik moet hem hier zo plaatsen. Oh. Dat die draak even niet doodgaat. Zo, die moet even zo. Ja, oké. Dat was een windmachine. Heel boeiend, alleen dan is die in ieder geval dood. Dan kan ik iets meer kans. Oké.
Dusje, die Tafeloterie, die moet eigenlijk in leven blijven, vind ik zelf. Ik vind wel dat. Ja, die gaat dood. Dammit. Dus een hele domme voor mij. Ja, daar zo was niks. Alleen die en die gaat dood. Oh, hier heb ik shit, hier had ik nog een baakje. Ik heb wel 66%. Dat is voordeel. Nee, ik kan van de 4 en dan kan ik hem zo de 1. Koning die gaat. Die koning die gaat. Oké, okay, die gaat sowieso dood. Ja, die is dood. Zijn king die gaat het. Die moet proberen te townen, want daar is die ook op gefocust. Rage. Het is een slechte rage. En maar ik had een slag. Maar als die touw dan maar kapot gaat, dan stop ik wel gelijk. Stop. Heb ik in ieder geval 1% erbij, dus dus weer 10.000 erbij. En dan heb ik ook nog 1. Dat is chill. Een challenge. 1 ster. Ja, mijn webcam is zo'n beetje. Kijk, maar ik kan gelijk weer. En ik zit ook boven de 4000. Oké, dan wil ik ook hier zo even een aanvalletje doen. Dus niet heel bijzonder, maar gewoon even een keer aanvallen. Gelijk een best moeilijke basis. Ik denk dat hier zo wat. Ja, hier ook bommen staan. Ja, hoe ga ik dit doen? Oké. Okay. Hier twee. Oké, dan gaan we hier zo weer meer doorzetten. Oké. Okay. Niet al te best gaat dit. Je moet even dood. Ik heb hier gewoon nog even 1 euro. Ik ga daarop. Shit. Dit loopt echt een beetje slecht. Het gaat heel slecht. Ja. Oh ja, wat was die? Ik weet niet meer wat. We hadden heel veel 1 ster, dus het is wel een meer kans, zeg maar. Hij heeft nog geen meester als dit blijft. Het is er. Procent tik. Ja, het 1% meer dan mij. Jammer. Welk token nou vind ik? Heb ik allemaal niet. Hey. Ja, het token hebben we allemaal niet gemaakt. Oké, even zo. Die pakken en hier. Ik heb volgens mij voor 1 dag was die boost of zoiets. Ik weet niet meer precies. Zo. Ik ga even kijken of ik iets kan onderzoeken. Nee, ja, alleen mijn borden, maar die gebruik ik niet. Dus ja, ik kan niks doen, denk ik. Misschien kan ik nog iets upgraden. Nee. Ja, hij is bom kan. Oké, heb ik nog iets level 2, level 3, level 3, level 3, oké. Allemaal level 3, dat is. Ik kan het gewoon doen. Ik zie wel gelijk level 7. Maar ik doe het eigenlijk niet juist. Ik ga niet finishen zoals wat ik had gedaan met King. Wat ik ook gefinished, speciaal voor jullie voor de video. Even kijken, kan ik nog iets verder doen? Ja, ik heb deze basis zelf gemaakt. Ik
Kijk, want ik had eerst dat ik deze basis. Dit was eerst mijn basis. Ik vond hem wel goed, maar ik dacht, ja, maar die heb ik gekopieerd van een oudere klerenbuis en deze heb ik nu. Kijk, dit is mijn zelfgemaakte bas. Ik vind hem zelf best wel chill. Ik ben er nog niet mee aangevallen, maar ik denk wel dat hij heel best goed kan zijn. Ja, ik weet niet wat ik ervan kan verwachten, zeg maar. Want als ze vanaf boven doen, wordt ze gelijk gepakt een koning. En via onder, ja, dan worden ze hier dan drie verdedigingen. Alleen de zijkant is een beetje, ja, ik weet niet precies. Ik kan deze Archer Tower hier wel neerzetten. Zit misschien nog. Is misschien iets. Wat doe ik? Ziet er iets beter uit ook. En het is ook wat beter. Denk ik. Want als ik. Ja, of ik doe twee Archer Towers hier. Maar ik denk dat dit beter is. Omdat ze sowieso allebei de. Stadhuis in vizier hebben. En deze net niet. Maar ik heb hier ook. Drie verborgen Tesla's. En luchtafweer twee. Twee luchtafweren. En ik heb, als het goed is, mijn andere luchtafweer, ja, die staat hier. Die zou kunnen wisselen met mijn kanon. Maar ik weet niet. Want ik bedoel, ik heb hier een kanon, dan heb ik hier ook een kanon. Dat is chill. Alleen het staat helemaal niet heel symmetrisch, maar dat maakt mij niet echt uit. Voor de rest, ja, gaat op zich best wel goed met mijn baas. Ik heb sowieso, ja, dat wisten jullie waarschijnlijk al, al mijn boos wat te storen is level 6. Ja, en kanonnen ook allemaal level 6. En deze heb ik level 2. Die staan nu ook allemaal op level 3 luchtafweer en mijn mortieren ook. Het enige wat ik nog, ja. Ik moet eigenlijk sowieso mijn muren, die moet ik gewoon nog, maar dat gebeurt wel in de loop van de tijd. Dus dat is niet heel moeilijk om te doen. En ik heb al mijn dingen, al mijn goudkluizen en elixir tanks, allemaal level 10. Dus nu kan ik 3,3 miljoen van allebei, dus dat is ook heel chill. En ja, voor de rest. Heb ik niet heel veel bijzonders. Ja, ik moet mijn elixir tanks en mijn goud bijna even upgraden naar level 8. Of ja, eerst level 7 en daarna level 8. Want ik bedoel, ik heb hier zo eentje level 8 en hier een level 8. Voor de rest, ja, gaat gewoon lekker prima. Ik moet deze en mijn duistere elixir tanks ook nog naar level. Ja, eigenlijk gewoon alles max level. De. Goud en elixir collectors en duister elixir collectors, die gaan sowieso. Duister elixir wil ik eigenlijk level 2 of 3 maken. En andere van mijn normale elixir en goud wil ik sowieso level 10 of 11. Dat werd even net donker, ik weet niet of jullie dat ook zagen, denk ik wel. Maar ja, dus dit. Ja, ik kan trouwens even deze en deze even weghalen. En dat was het video van vandaag. Leuk vond, dan smash dan op het duimpje omhoog. Vergeet ze ook zeker niet te abonneren en op het belletje te drukken, want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan mis je ze niet, dus dan zeg ik later.